staan nu bij Global Dance Center. We hebben nu een interview bij, nou ja, geen interview, gewoon een livestreaming bij Vivo. En dan gaan we alle vragen van de fans beantwoorden. Dus peace out. Jezelf eroverheen zetten en denken waar je het voor doet, toch? Je moet het gewoon zien alsof je de eerste keer in de achtbaan gaat die over de kop gaat. Ja. Precies. Het pakt altijd goed uit. Meestal. Kessie, sorry. En samen, wat is jullie favoriete schoenmerk? Balenciaga. Precies. Schrijf je dat? BH, bal en. Bal en Ciaga. Ik word altijd gepest door Sam. Eén commentaar. Mark. Natuurlijk wel eens opmerkingen en zo. Tijdens, jij zal het ook weten. Toen ik heb in Siskadrat gespeeld, dan speel je in een musical en dan krijg je natuurlijk wel opmerkingen in je hoofd en zo. Ja. Die niet altijd leuk zijn. Wat ik heb geleerd, zeg maar, van de volwassene acteurs waarmee we toen hebben gespeeld, is dat je er eigenlijk gewoon niet naar moet luisteren. Ik bedoel, je hebt je eigen persoonlijkheid. En dat hebben zij ook. En je zou ook op hun kunnen. Je zou ook hun kunnen afkraken, maar. Ik snap het doel ervan niet eigenlijk. Je verlaagt je niet tot hun niveau. Sabura. Ja, la pura. Vandaag hebben we onze videoshoot. We zijn nu vol bezig met de styling voor de eerste scène. En iedereen is nu hard bezig om zich klaar te maken. En nu ga ik mijn haar doen. Dit is wel met geluid, toch? Oké. Okay. Dan met een megafoon. Dus dat is een beetje te combineren. Snap je? En we gaan twerken. Nou, wij niet, maar er wordt getwerkt. Jay gaat wel twerken. Jay kan altijd goed twerken. Twerken! Twerk het maar, niet twerken! Y'all know what I mean, it's your homeboy Shaker, Global Dance, and I got my homeboy Arnold Arakasa with me. Be Brave 2013, bij mij, the whole cat is crazy. Bij mij, het is een drukke dag, kijk zelf hoe we het doen. De choreografie ziet er dope uit, the team is amazing, we hebben Mike Sterk, regisseur, A&R, Brahim, y'all know what it is, thank you. Be Brave, be on the lookout, cause it's gonna be a dope act. Team Be Brave!